Nog geen 100 jaar geleden bestond het Gooi uit vrijwel aaneengesloten bos- en heidegebieden. Daar lagen sinds mensenheugenis grote keien die van gebergten afkomstig moesten zijn. Pas in de vorige eeuw begonnen geleerden zich af te vragen waar die kolossen vandaan waren gekomen. Zoals deze in het centrum van Hilversum. Meer dan 13.000 kilo zwaar. Zo'n 2 miljoen jaar geleden was ons land waarschijnlijk niet meer dan een grote vlakte van zand, moeras en water. Vaak overstroomd door zeeën en rivieren, waar door de krachten van de natuur het landschap telkens veranderde. Deze laagliggende vlakte op de grens tussen land en water maakt deel uit van het Noordzeebekken, dat nog steeds daalt. Grote rivieren hebben zich van oudsher een weg door dit gebied gezocht. Zij voerden daarbij enorme hoeveelheden zand, grind en stenen met zich mee. In die tijd wisselde het klimaat sterk. Tijdens koude perioden daalde de zeespiegel en tijdens warme perioden steeg de zeespiegel weer. Bijna 2 miljoen jaar geleden viel een groot deel van het Noordzeebekken droog, waardoor rivieren langer werden. Eerst waren het vooral rivieren uit Scandinavië en Oost-Europa die witte zanden aanvoerden. Daarna kregen de rivieren Maas en Rijn vanuit het zuiden de overhand en konden het door hun meegevoerde materiaal achterlaten. Zij brachten voornamelijk bruine zanden en grind naar onze streek. Die opeenvolging van lage witte zanden onder en bruine zanden boven is ook in de bodem van het Gooi terug te vinden. Ook Nederland heeft vaak een heel koud klimaat gehad. De ijskap op Scandinavië werd dan heel groot en tot wel 3 kilometer dik. Het ijs stroomde dan langzaam uit als een gletsjer. Grote delen van Noord-Europa zijn zo wel eens door landijs bedekt geraakt. In de tussenliggende warme perioden smolt het ijs. Daardoor steeg het zeeniveau en kon er een planten- en dierenwereld ontstaan, die kenmerkend was voor die warme tijd. Die verdween weer in een volgende koude tijd. 200.000 jaar geleden brak de voorlaatste ijstijd aan. Deze periode wordt het Saliën genoemd en zou bijna 100.000 jaar duren. De Noordzee viel droog en het werd soms zo koud dat er nauwelijks planten en dieren konden leven. Het landijs breidde zich vanuit de bergen van Scandinavië zo ver over Europa uit dat het ook ons gebied bereikte. Een laag ijs van soms wel enige honderden meters dik schoof langzaam over het vlakke land. Tot aan de tegenwoordige lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen. Dit had onder meer grote gevolgen voor het landschap van het Gooi. Het ijs voerde uit bergen van Scandinavië grote hoeveelheden stenen met zich mee en schoof als een enorme bulldozer met een gigantische kracht het zand dat door de rivieren was neergelegd voor zich uit. Het zand dat gedurende miljoenen jaren keurig in lagen op elkaar was neergelegd, werd nu opgedrukt en scheefgesteld. Tot op een diepte van 100 meter is die werking van het ijs in de bodemlagen waar te nemen. Het land, eens moeras en water, was niet langer vlak. De witte en bruine zanden waren opgedrukt tot flinke hoogten. Vele uit de bergen van het noorden afkomstige gesteenten waren hier aan het einde van een eeuwenlange reis gekomen. Zo ontstonden in dit gebied een aantal hoge heuvelruggen, stuwwallen, de Gooise bergen. Niet alleen zijn er verschillende namen overgebleven die daaraan herinneren, ook de hoogteverschillen in het terrein zijn nog altijd merkbaar. In
In de ijstijd was het hoogteverschil in het Gooi en omgeving wel 125 meter. Het smeltwater van het landijs nam veel zand met zich mee, dat als een brede, langzaam uitlopende waaier aan de voet van de stuwwallen werd neergelegd. Er ontstond daardoor een tamelijk vlak en enigszins aflopend gebied. Het heidegebied tussen Hilversum en Bussum is zo'n zandwaaier, net als de landgoederen van Schaveland. Toen het ijs na bijna 100.000 jaar definitief afsmolt en verdween, bleef er een ruig landschap over, bezaaid met kleine en grotere stenen uit verre streken. Door weer en wind werden de heuvels aangetast, maar de toppen bleven zichtbaar. Ook nu nog, hoewel heel wat lager dan toen. De stuwwal van Hilversum heeft nu een hoogste punt van 27 meter en de Tafelberg in de stuwwal van Laren naar Huizen ligt op 32 meter boven zeeniveau. De omtrek van de gletsjer die het landschap van het Gooi en de Veluwe heeft gevormd is op satellietopname van Nederland nog altijd te zien. Het landijs vulde het huidige Eemdal op. Vanuit de Eempolder is de Gooise heuvelrug nog steeds goed te zien. Dit tegenwoordige Eemdal was voor deze ijstijd het Salien, een van de vroegere rivierbeddingen van Maas en Rijn. Toen aan het einde van deze ijstijd de enorme ijsmassa's gingen smelten, steeg in de Noordzee het water met meer dan 100 meter. Het Gooi stak aan drie zijden als een kaap in zee uit. Zou Hilversum toen al bestaan hebben, dan zou het op die kaap hebben gelegen aan zee. De warme periode die volgde op de ijstijd van het Salien is naar bodemvondsten die in het Eemdal zijn gedaan, schelpen en slakkenhuizen, het Eemien genoemd en duurde ongeveer 40.000 jaar. Er heerste een iets warmer klimaat dan nu, waardoor er bosolifanten konden leven en in de rivieren bevers en zelfs nijlpaarden. Waar nu dit riviertje stroomt, rolde eens de golven van de branding en fiets je nu dus op de bodem van een vroegere zee. Als je hier zo'n 20 meter diep zou boren, heb je kans om oeroude schelpen te vinden. Met de komst van de laatste ijstijd, het Weisslien, die 60.000 jaar zou duren, werd het weer kouder. De ijsmassa uit Scandinavië groeide weer aan, maar kwam dit keer minder ver en stopte in Noord-Duitsland. Het zuidelijk deel van de Noordzee viel droog. In ons land werd het wel zo koud dat er niet meer dan een toendra-begroeiing kon ontstaan. Alleen dieren met dikke en harige vachten konden hier leven, zoals wolharige neushoorns en mammoeten. In het Gooi zijn er van kiezen en botten gevonden. Door de koude was de bodem permanent bevroren. Daardoor verdween op veel plaatsen de begroeiing, waardoor harde en koude winden het landschap konden veranderen in een poolwoestijn. Die winden voerden vanuit het noordwesten zand aan, dat met zoveel kracht over het land werd geblazen, dat stenen die bloot lagen op den duur afsleten. Deze windkanters zijn nog steeds in het landschap te vinden. Het zand werd als een deken over het landschap uitgespreid. Een dunne laag over de stuwwallen, een meters dikke laag in het Eemdal. Door deze dekzanden en de kracht van de wind veranderde het landschap van het Gooi sterk. De hoge delen werden wat afgeblazen. Zo werd het landschap vlakker. Aan het eind van deze koude tijd werden op enkele plaatsen hoge duinen opgewaaid.
Pas 10.000 jaar geleden, aan het einde van de laatste ijstijd en het begin van het tijdperk waarin wij leven, het Holoceen, kreeg de mens een kans. Het klimaat verbeterde snel, waardoor het zeeniveau steeg tot aan de huidige grenzen en ons land min of meer de vorm kreeg die wij nu kennen. De mammoet stierf uit en de jagende mens uit de ijstijd vestigde zich meer permanent om zich te gaan wijden aan akkerbouw en veeteelt. Ze bouwden nederzettingen en begroeven hun doden in de nabijheid daarvan in grafheuvels, waarvan er verschillende op de Gooise heide te vinden zijn. Vanaf deze tijd wordt de natuur steeds sterker beïnvloed door de mens. Door het kappen van bossen en overbegrazing ontstonden heidegebieden. Op sommige plaatsen verdween de begroeiing geheel en kreeg de wind weer vrij spel, waardoor stuifduinen konden ontstaan, zoals de Witte Bergen bij Laren. Vanuit het Sint-Janskerkhof, de oudste bewoonde plek in het Gooi, werd het gebied steeds meer doorkruist met karrensporen en ontstonden meerdere nederzettingen, de latere dorpen en steden. Het landschap is sterk veranderd. Het verleden wordt steeds minder zichtbaar. Maar bij graafwerkzaamheden komt de geschiedenis soms aan het licht en geeft de aarde haar geheimen prijs. Geologisch onderzoek van de blootgelegde bodemlagen hebben het uiteindelijke verhaal opgeleverd, waardoor we nu weten hoe het Gooi is ontstaan. We weten nu dat dit landschap circa 150.000 jaar geleden gevormd is door een machtig samenspel van wind, water en ijs. De materialen daarvoor zijn miljoenen jaren lang aangevoerd vanuit verre streken in Europa. We weten nu hoe de raadselachtige keien die nog steeds uit de bodem worden opgegraven hier zijn gekomen. Ook al liggen ze niet langer op de plek waar ze werden gevonden. En we weten nu ook waarom fietsers in het Gooi het niet altijd even makkelijk hebben. Naast een van de oudste wegen door het Gooi, langs het Sint-Janskerkhof, staat het Geologisch Museum. Op vele vragen over het ontstaan van het Gooi weten ze daar het antwoord. Ze kunnen in ieder geval vertellen waar veel van de gevonden stenen vandaan komen. Iedere steen hier heeft zijn eigen verhaal over de lange reis die is afgelegd. In oude tijden is wel eens gedacht dat ze hier door reuzen zijn neergegooid. Maar wij weten inmiddels beter.